Het volgende hoofdstuk wat aan de beurt is in ons verkiezingsprogramma is het hoofdstuk Samen Rentmeester. En dat gaat er natuurlijk over dat we een goede rentmeester willen zijn voor de aarde die ons is toevertrouwd. Nou, onderdeel van dat rentmeesterschap is natuurlijk goed zorgen voor de natuur. En we zijn hier in een prachtig stukje natuur. We zijn hier bij het Hulshorster Zand. En dat is nou bij uitstek de plek die het afgelopen jaar flink ter discussie stond. De toegankelijkheid daarvan. En daar hadden veel inwoners heel veel moeite mee. En begrijpelijk, wij ook. Want wij vinden dat natuur en de bescherming daarvan en de toegankelijkheid van natuur prima samen kunnen gaan. En zo gaat het al heel erg lang hier in onze gemeente Nunspeet. Nou, er zijn meer onderwerpen waar we mee bezig zijn. En ik denk dat Gerrit daar wel een paar voorbeelden van weet te benoemen. Ja, ook onder andere de Paarse Heide. In het verleden heeft onze fractie initiatief genomen om hier toch stappen in te zetten dat de Paarse Heide meer zichtelijk is. Ook hier willen we verder mee in de toekomst. En wat dat betreft is er nog werk aan de winkel, maar we zullen ons daar volledig voor inzetten. Nou, de weidegebieden natuurlijk, Gerrit, die noemde je zelf ook al eventjes. Ja, en ik heb vaker de slogan gebruikt, bos, heide, water en weide. Inderdaad, weide is een open landschap bij ons in de gemeente Nunspeet, waar we erg zuinig op willen zijn. Dat betekent geen grootschalige zonnepanelen, zonneweiden en geen windmolens wat ons betreft. We gaan de komende periode volledig voor het open weidegebied. Ja. Een ander punt zijn de windmolens, ook heel belangrijk. We staan hier ook dichtbij een snelweg. Nou, dat is wat ons betreft de A28, de enige plek waar we windmolens willen toestaan. Maar door Natura 2000 wetgeving is dat nu niet mogelijk. Wij roepen dus continu ook de hogere overheden op om dat mogelijk te maken. Maar dat is nou bij uitstek de plek waar je ze wel zou willen. Maar inderdaad niet in ons weidegebied of op andere plekken binnen onze gemeente. Nou, dat zijn zomaar wat voorbeelden van onderwerpen waar we druk mee bezig zijn. Je kunt nog veel meer onderwerpen vinden op onze website stemsgp.nu. Daar is ook ons hele verkiezingsprogramma te vinden. Dus alle boeren, burgers en buitenlui, BBB, stem 16 maart, SGP.